Ja, we zeggen wel gezellige kerstdagen, vrienden. Maar, vrienden, er zijn onder de volgers zijn er ook een aantal die een hele gezonde hekel hebben aan kerst. Ja. En ik behoorde daar ook altijd toe, tot die club. Ja, en dan maakte ik ook, en dat doen veel mensen, dat ik als een haas weg was naar het buitenland. Ja, met kerstmis, daar had ik nergens last van. Maar er zijn mensen die ontkomen er niet aan. En die zijn ongelooflijk de pinaut soms, ja. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die vinden kerstmis hartstikke gezellig, hoor. En die vinden het heel leuk. En die begrijpen niet waar ik het over heb. Maar er zijn er ook. En die snappen het wel, wat ik zeg. Ja, want vrienden, wat denk je ervan? Alleen al de keuze, een gedoe. Waar gaan we naartoe? Eerste kerstdag? Bij jouw ouders? Of moet ik naar mijn schoonouders? Ja, dan gaan we. En dus dat dan op eerste kerstdag. Want die voelen zich dan belangrijker dan als je bij die andere komt op tweede kerstdag. En dan moet je dan goed onthouden voor het jaar erop. Dat je het dan weer omkeert. Ja, dan moet je die weer op eerste kerstdag. En dan bij de schoonouders. Oh man, alleen al dat gedoe. Waar gaan we naartoe met de kerst? Ja, en dat is natuurlijk ook al verschrikkelijk voor kinderen. Kleine kinderen hebben het niet in de gaten, maar als je een puber bent, nou, dan wordt daar de bodem gelegd voor die gezonde hekel aan kerst. Want dan moet je mee en dan zit je maar urenlang aan de tafel, je zit je de kleren te vervelen. En je hoort alleen maar die mensen weer met elkaar babbelen, weet je wel. Oh, hebben we weer konijn dit jaar? Is het weer de rollade? Hup, en diegene die moet koken, die staat al helemaal stijf van de spanning. En hoopt dat ze niet zoveel kritiek krijgt dit jaar. Allemaal dat. Dat is er allemaal met kerst. Maar nog erger, en dan komt die eigenlijk, hè. Dat is die vervelende schoonzus die ook komt. Ja, die komt daar ook. Daar heb je al heel lang ruzie mee. En je weet gewoon, die zit daar ook weer. En dan voel je al die spanning in die kamer. Dat is al hoezo gezellige kerst. En iedereen voelt dat en iedereen snapt dat. En je loopt op je tenen, want je wil dus voor je schoonouders en voor je ouders wil je daar geen al te grote bonje maken. Maar, vrienden, dan gaat de alcohol. Ja, die gaat in de mensen en ja hoor. En daar komt die verkeerde opmerking en bingo. Ja, knallende ruzie. Mensen gaan naar huis, gaan eerder weg. En dat is dan de gezellige kerst. En uiteindelijk moeten ze allemaal, moeten ze naar bed van leven. Naar het familiediner. Nou ja, goed. Hoe dan ook. Beste vrienden, ondanks dit alles wens ik jullie toch een hele gezellige kerst.